Nou, welkom allemaal weer. Ik heb een oud modelletje, 2001. Ga ik beginnen. Want waar ik mee bezig was, breekt dit af. Ik denk dat is een mooi moment om even te laten zien hoe je kan pinnen. Wat is pinnen? Nou, pinnen is eigenlijk aan twee kanten er een gaatje in maken en er een pinnetje in zetten. Dit is een boterhammenzak sluitdingetje. Even plastic zo er even afhalen. Dan hou je een heel dun ijzerdraadje over. Daar gebruik je een heel klein stukje van. De ene kant gaat de ene kant in, de andere kant gaat daarin. En met een beetje extra lijm, dan maak je een stevigere verbinding. Dat is eigenlijk het verhaal. Om het plastic eraf te halen, kun je een paar methodes gebruiken. Je kan... Daar heb ik mijn dingetje gelaten. Dit is het ook nodig. Oh, daar. Ah, het is weer lekker voorbereid, Arnold. Ja. Je kan een mesje gebruiken. Om het plastic eraf te snijden. Je hebt natuurlijk maar een heel klein stukje nodig. Of je zou hem aansteken en weg kunnen branden. Het werkt allebei hetzelfde. Klein stukje nodig. Ik gebruik hiervoor een tangetje wat ook ijzer kan knippen. Ga in hemelsnaam niet met als je een dure gekocht hebt, net als dit, ijzer knippen. Dit is echt voor plastic, dan moet je echt geen ijzer meer knippen. Gebruik daar gewoon een cheap shit dingetje voor. Goed. Ik zit er te bedenken dat ik misschien wel een beetje een te dun stukje metaal heb hier. Nou, dat zie ik het op de tafel. Heel dun boordje. Ik hoop wel dat het een beetje goed op beeld komt. Kun je het zien. Heel dun boordje. Dan gaan we daar gaan we een gaatje in maken. A few moments later. Dan is dat. Dat al diep zat. Dan hetzelfde gaan we aan deze kant ook doen. Die zat redelijk recht, dus ik moet het wel op dezelfde manier doen. De boards zijn razend scherp. Dat is maar goed ook. Heb je nou een niet zo scherp boordje? Zorg dat je met een puntje van een mes of zo een klein gaatje erin prikt. Zodat je niet wegschiet met je boordje. In dit geval is dat niet echt nodig. Dan ben ik er al doorheen. Zo. Ik denk dat dit een te dun stukje is. Eens kijken of ik wat anders heb. Ik denk dit net te dik is. Nou, laten we eens proberen. Het zou natuurlijk prachtig zijn als dat in één keer zou passen.
Nou, zoals ik altijd, dat is te dik. Nou, ik ga even een ander stukje metaal zoeken. Nou. Dit is sowieso wat dunner. Vroeger had je gewoon paperclips die geen plastic hadden. Zo. Dat is een mooi stukje. Kijk, dat past er precies in. Normaal gesproken doe je je lijm altijd met een plastic lijm. Hè? Maar op het moment dat je met een stukje metaal gaat werken, kun je echt het beste voor een superglue gaan. Ik heb dan nu Element Games superglue. Werkt perfect. Mag ik jullie een tip geven? Leg het niet bij je laptop, want dan wordt het ontzettend warm. En warme lijm zet uit. Like the. Zo. Dat is een ijzersterke verbinding. Haha, ijzer. Moet je gewoon dat ijzeren stukje erbovenop halen en dan zit dat vast. Super vast. Nou, dat is eigenlijk alles aan pinnen. Gaatje maken. Een stukje metaal erbij zoeken wat past. Super glue. En klaar. En of het nou een arm is of een ornamentje als dit aan een gewei of iets in de geest, een horns, maakt bijna niet uit. Het is eigenlijk het verbindingsstukje sterker maken. Pinnen. Dat was het. Ik hoop dat jullie het interessant gevonden hebben. En tot de volgende keer. Doei doei!